Je hebt toch mensen aan het schrikken gemaakt met je opmerking bij BNR Radio van we hebben tekort van 1 à 2 miljoen. Moet ik dat nou zien? Is er geen geld meer om nog iets te doen, spelers te halen of ligt dat anders? Nee, nou ja, ik probeer gewoon een reëel beeld te scheppen en ook de verwachtingen goed te managen. Dat wij nog steeds in heel zwaar weer verkeren. Nadat afgelopen zomer het allemaal net goed is gegaan, is de bal weer gaan rollen en is de omgeving gaan denken. Ook door onze 7e plaats in de Eredivisie, dat het allemaal weer koek en ei is. Maar we hebben echt nog wel even nodig en dat signaal heb ik nog wel duidelijk af willen geven. Dat tekort dat er is van 1 à 2 miljoen, is dat een verlies van afgelopen jaar of is dat op de begroting van komend jaar? Nee, dat is richting komend jaar en dat is natuurlijk een beetje lastig inschatten. Een voetbalclub zit in deze fase altijd, worden de commerciële resultaten gehaald, kun je genoeg bezuinigen, dus de kosten-opbrengstenkans in evenwicht te brengen. Ja, daar zit je nou in deze fase mee en op dit moment is dat gewoon de realiteit. Dan moeten we gewoon heel erg zuinig doen en heel erg oppassen met wat we uitgeven. Maar je hebt commercieel gewoon nog niet genoeg verkocht? Nou, je kan ook het andersom zeggen. We hebben de doelstelling wat hoger gelegd. En ja, we hebben ook nog wat kosten die we moeten besparen, die we meedragen uit het verleden. En ja, daar zullen we mee moeten dealen. Dat wisten we ook. Het heeft gewoon even tijd nodig. Je hebt nog spelers nodig, vooral voorin en spits en rechtsbuiten. Die heb je helemaal niet. Of, die komen er wel of die komen er niet meer? Nou, die komen er zeker. Die komen er zeker. Maar ook daarin is weer geduld. Ik begrijp wel dat iedereen zit te wachten. Maar soms te snel en daardoor te opportunistisch acteren is niet goed. Dus we zijn druk bezig. Het komt echt wel goed.